Vorige week deed koningin Mathilde een emotionele oproep in een uitzonderlijke videoboodschap. Jullie jongeren zijn graag online. Daar is op zich niets verkeerd mee. Maar cyberpesten is niet oké. Wij van het VTM Nieuws staan volledig achter de boodschap van koningin Mathilde en daarom willen wij u het volledige filmpje niet onthouden. Post je dingen online? Gebruik dan altijd je gezond verstand en heb respect voor elkaar. Laat niet toe dat cyberpesten iemands leven overhoop gooit. Er staat van alles op de internetten, maar niet alles is om mee te lachen. Mensen die vallen en zich pijn doen bijvoorbeeld. Oké, okay, nog één keertje. Voor mij. Oh! Schitterend. En hoe goed een grapje soms ook is, niet elke meme is leuk. Niet elke meme. Mimi, niet elke foto is leuk. En misschien zit er bij jou in de klas wel een jongen die liever een meisje zou zijn. Dat is bizar, hè? En ik weet dat fenomenen als homohaat en gaybashing cool en trendy zijn. Maar zwier ze dan niet online. Hou het gezellig, hou het in de groep. En als je het toch niet kan laten om het op de internetten te gooien, gebruik dan de Snapchat. Dan is het bewijs direct vernietigd en komen de pics van je dik niet in de verkeerde handjes. Lachen is oké. Uitlachen? Ook. Maar alleen offline. Hou het tof. En om te tonen dat ik tegen cyberpesten ben, heb ik de bekende vier stippen op de hand laten tatoeëren. Oui. Normaal, het is gewoon met een stift.